We hebben een prachtige tuin. We zijn, het is lekker stil, rustig, of tenminste rustig, maar net dat hectische. Er komen ook positieve zaken uit het onderzoek naar voren. Mensen in het dorpen efteral binnen lokkiger. Maar het betekent net dat het alleen nog maar goed gaat in deze plakken. We binnen in Krimpdorpje Merum, een dorp met haast 1000 inwoners. In het rapport staat dat vooral de Krimpdorpen in het noorden van het land minder goed aan binnen. De super erop houden, de slachter erop houden, het hoekje erop houden, mooie aanschakelaar neemt het samen op. En als je het dan in je oren gaat, je uit te leven. Ik heb het hier ook nog maar maken dat in je oren dan gaan de meesten het longen erop. Dan moet je hier al eerder ook weer nog staan. Maar het wordt een deel dwarp nou. Het is gewoon een trokje in de dik. In deze dwarpen is meer werk leersiet en jermoeren. Is het opleidingsniveau leger en worden wenten minder goed onderhouden. Ik ben penningmeester van de begrafenisvereniging Merum. Ja, ik merk toch wel bepaalde mensen nou praten weer over €16. Dan ben ik mensen ja, die hebben pb'en in een huis. Ik krijg het geld moeizamer binnen. Net zulke positieve berichten alle keren. Maar neffens dwarpswerk, de vereniging van Lietse Dwarpen, valt het alle keer wat aan. De vereniging zocht zelfs kansen. De meesten hebben al hier wel een oude vader door en soms tien wel twee. Dus wat dat betreft kunnen mensen volle meer dingen dichter bij hun regelen. Daarnaast is er internet een belangrijk ding natuurlijk. We toch wat afstand ik heel iets worden. En mogelijkheden bij meesten thuis door, ik volle groter worden. Het leven in dorpen met maken worden door de meerskip van de meesten zelf. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En het meest maaimekoor zaken oppakken willen, dan kun je heel lang de leefbrief goed oranje houden. En dan is het wel van belang dat je goede verzinnings hebben. Maar die helpen erbij om dat handen futten te gaan. De meerskip moet het zelf doen. Als je een groot bent, was je dan ook wen je blauwe? Dat weet ik nog net. Of was je in een grote stad wen je? Nee. Waarom net? Dat lijkt me een beetje te droog.